Een geniale man die de handrem er bij zichzelf opzet vanwege zijn bescheiden karakter. Als hij mijn karakter had gehad, was hij staart eraf geweest en dan was hij een wereldster geweest. I have some millions of teardrops. I've played and painted the blues. Goeie countryzanger. Een zanger met een hele warme stem. Ja, het is echt een stukje van ons leven, ja. En die stem, ja. Hij zegt altijd van, er krijgt niemand jou rustig. Alleen de stem van Dick met nummers. Ja, het is altijd genieten. De batterij laat je weer op als je hier de avond zit. Hij komt elke dag wel, denk ik, een keertje voorbij. Iedereen heeft zijn idolen, toch? Nou, daar heb je. Eigenlijk was jaren geleden mijn hoofddoel om alleen schrijver te worden. Dat leek me interessant, met een petje door het dorp van kijk, daar gaat de schrijver. Dam, dam, diddeli, dam, dag mevrouw, u vraagt waarom ik hier zing op straat. Dam, diddeli, dam, weg, omdat ik niet anders kan. Ik ben een dom, die de liedjes man. Om te werken ben ik veel te lui. Om te leren veel te dam, dam, diddeli. Ja, dit is... Mijn liedjeskansboek. Ik heb hier vanaf het begin bijgehouden. Nou, het begin, ik ben. Toen ik 16 was, begonnen met de eerste deuntjes te schrijven. Op mijn 18e alles weggegooid. Ik dacht, ja, dat is allemaal niks. Ik ben toch weer begonnen. En alles weer opgeschreven vanaf 1. En toen ben ik verder gegaan. Dus dit boek is, denk ik, ja, 35 jaar oud. Ik zet de titels erin, ik nummer ze. Ik zet erin wanneer ze aangemeld zijn bij Buma Stemra. En je ziet dat van de eerste 150 liedjes zijn er, misschien 20 of 30 opgenomen. De eerste die een liedje van me coverde was René Innemee, onder de naam Ray T. Jones. En vlak daarna kwam Ben Steeneker, die was eigenlijk de eerste en daar schrijf ik nu nog voor. Dutch Voice, Armand zelfs nog. Ja, een van de liedjes voor Wijngaard was een vertaling van een country nummer. Mama's don't let your babies grow up to be cowboys. En toen had ik een slag te pakken. En dan zie je al die titels terugkomen. En als je dan doorgaat, dan kom je weer vandaag de dag uit. En dan zit je op liedje nummer 1094. Het duetje met Hilde voor de nieuwe cd. Is being here with you is like a dream come true. When you're near, love is never far away. Ik ben alleen in het schrijven van liedjes, van teksten, muziek ben ik er twijfel aan, de rest gelukkig niet. Te vrolijk. Het idee van dit liedje is, is ook een beetje. Nou, het ligt het voor de hand. Iemand is triest omdat zijn vriendin weg is. En hij snapt niet waarom iedereen weet waarom hij zo triest is. Het enige wat hij gedaan heeft is dat hij de wereld verteld heeft. Qua tekst is deze helemaal klaar. Alleen, een verdomde melodie. Dit is bekend terrein, ja. De grote speelplaats uit mijn jeugd. En ik kom er nou te weinig. Ik heb er nog wel een liedje over geschreven. Vakantie aan de Waal, is niet ver van huis. Verboden terrein eigenlijk, volgens mijn moeder. We mochten er niet komen. Levensgevaarlijk aan de Waal, we gingen er nooit in natuurlijk. Maar ja, als je rondkijkt, dan genoeg ruimte om onze paarden los te laten op onze prairie. Mijn jeugd, dat is de inspiratie voor heel veel Bedische liedjes. En hier ligt mijn jeugd. Dit is mijn geboortegrond. En zo simpel is het eigenlijk. Ik ben verknocht aan dit stuk van de Betuwe. Puur uit nostalgie. Wie zal het zeggen? Of het nu echt liefde voor het land is. Ja, toch wel.
Ja, ik lees wel eens die verhalen over die man caves, weet je, dat vind ik zo'n grote onzin. Weet je, dat macho gedoe. Nee, dit is mijn werkkamer. Ik schrijf hier mijn liedjes, ik maak hier mijn demootjes en zo gauw een liedje klaar is en ik weet dat het voor mezelf is of iemand anders gaat het opnemen, dan is het voor mij al klaar. Voordat een liedje op een cd komt, ben ik alweer bezig met een volgende cd. En ze weten ook thuis hier hoe het werkt. Als ik 3 dagen lang niet reageer op vragen, dan zeggen ze, oh, je zal wel met liedjes bezig zijn. Dan ben ik een beetje een zombie. Als we hem moesten roepen voor het eten, dan moest dat hard naar boven lopen, omdat hij anders zou schrikken. Als hij het niet hoorde, dan liep ik terug en dan ging ik nog een keer omhoog, maar dan wat harder, om te zorgen dat hij me hoorde aankomen. En dan kijken ze ook niet op als ik na het eten even naar boven ga en pas om 11:30 naar beneden kom. Nee, we hadden wel eens dat we uit school kwamen en dat we wat wilden vertellen en dat mijn vader zei, shh, doorlopen. En dan had hij liedje in zijn hoofd en dan mochten we even niks zeggen. Of aan tafel, dat we heel even stil moesten zijn omdat hij een liedje in zijn hoofd had. En dan ging hij snel naar boven om het op te schrijven en dan was het weer goed. Ik ben van huis uit heel erg verlegen. Ik kan me herinneren dat ik de eerste keer een spreekbeurt op school moest houden. Eerste klas MAVO. Ik heb weken niet van geslapen. Ik heb buikpijn. Verschrikkelijk. En met een band is werd ik een van de 5. Daar valt er nog wel mee. En ik weet nog wel dat we het allereerste optreden hadden. We hadden 3, 4 keer een half uur gepland. Dus nou, we doen 7 nummers per half uur. En daarna, daartussendoor, kletsen we wat. Er werd niks gekletst hoor. We waren binnen 20 minuten klaar met de 7 liedjes. Want ja, ik dorst niks te zeggen van hier tot hier in het zweet. Verschrikkelijk. Dus die bandperiode is wel goed geweest om een beetje te wennen aan mensen om je heen. En mensen die naar je luisteren. Want dat vond ik niet altijd makkelijk. En nou wel, en ja, 28 jaar een band gehad. Op een gegeven moment is het wel klaar. I'd love to write you a sweet song. En ik vind nou spelen met een band vind ik fantastisch nog steeds. Ik doe het nog steeds met de band Savannah uit Tilburg. Theatershow en straks de jubileumshows. Maar ik zou het helemaal niet erg vinden als ik een dag later weer ergens in de kroegje in Huus of in Angeren of waar dan ook zit. Of in Drenthe of in Zeeland met 50 mensen om me heen. Lekker mijn eigen liedjes zingen. Is ook leuk. Dick is een hele bescheiden man, hè? En dat is misschien ook wel zijn grootste handicap. Dick die is al helemaal gelukkig en tevreden als hij in het, hoe heet zoiets, het buurthuis in Angeren of weet ik veel hoe al die gehuchten daar heten, Betuws liedjes zit te zingen een hele avond, hè, met wat autochtonen om zich heen. Dan heeft hij het helemaal naar zijn zin. Mensen zeggen, met alle respect voor de dorpshuizen, maar Dick zou veel groter moeten zijn in Nederland. Wat zeg jij dan? Ja. Als je die hier echt goed vol hebt, heb je 200 mensen. Dan weer nog meer. Dan moet je dan in een nog grotere zaal, 400-500 mensen, rumoerig. Dan doe je het gewoon in 2 keer. Nou, ik weet niet hoeveel concerten van Dick ik in totaal heb gezien. We volgen hem nu ruim 20 jaar, echt intensief. En we zitten gemiddeld tussen de 20 en 25 optredens per jaar. 1 keer in de 3 maanden sowieso. Dan speelt hij in Oosterhout in het dorpshuis, heeft hij de sing-song-avond, zeg maar. En dat wisselt iedere keer met verschillende artiesten. En dan zitten we altijd tafel 1 met de vaste groep, gezellig met een drankje. En het, ja. Het zou een gemis zijn als er geen optredens meer zouden zijn. Dat zou echt een gemis zijn. En ik denk niet alleen voor ons, maar voor een hele hoop. Het is een uniek. Country-liefhebbers en ook het dialect natuurlijk, hè. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Een witte blouse, is dat jouw outfit, Dick? Nee, met normaal is zwart. Ik hou van zwart, maar de laatste tijd komen er af en toe wat kleurtjes bij of wit. En omdat de band vandaag in zwart is, denk ik ja, voor het geval mensen me niet herkennen, trek maar iets wits aan. Heb jij nog iets van zenuwen voor een concert? Nee. Ik vind het heerlijk, ik kan niet wachten om te beginnen. Fantastische band, mooie gasten erbij. Voor mij een lekker repertoire vanavond. En goede volle zaal, goede mensen allemaal. Dus, ja, ik vind het een beetje onzin om zenuwachtig te worden ook. Waarvoor? Er kan iets fout gaan en dan. Ja, doe je het volgende liedje.
I told the world I'm missing you. Dat ligt er al. Dat lag op een afgescheurd briefje in die bakjes al in, denk een jaar of twee. Als ik nou een heel simpel melodietje zou maken wat het niet gaat worden, dan kun je wel een beetje horen hoe de timing van het liedje is. We shared a dream, it seems so true, but you loving me, me loving you. You know I'm known to keep a secret, I only told the world I'm missing you. Maar dat is te simpel. En hier zit ik dus al weken mee. Dat was zelfs zo dat ik, toen ik de tekst pas klaar had, toen, de drie kromme zinnen zaten er nog in en toen dacht ik, dat wordt helemaal niks. En terwijl ik met het andere liedje bezig was, toen, dan schiet me weer hier iets te binnen. Dan verander ik weer een paar zinnetjes en in één keer klopt die. En dan hoef je alleen nog een melodietje te maken en dan heb je een liedje. Dat is de eerste struggle. Nou, ik ben er weer een zinnetje opgeschoten. We zijn nu een half uurtje bezig. En in verhouding heel weinig gerookt. Dus in feite is liedjes schrijven ook nog heel gezond. Ik vind eigenlijk dat Dick te weinig erkenning heeft gekregen in Nederland. Had hij in Amerika gewoond, dan was hij schatrijk geweest en een topartiest geweest. Die man is zo ontzettend goed. Nederland beseft dat niet. Als die man in Nashville had gewoond, was hij multimiljonair geweest. Ik vind het een heel compliment als mensen zeggen, als je daar gewoond had, dan was je rijk geworden. Dat is onzin. Dat is echt klinkklare onzin. Dat kan Dick wel zeggen, maar als ik zeg dat hij in Amerika een wereldster geworden was, dan is dat zo. Daar hoeft niemand aan te twijfelen, hoor, want ik heb er echt heel veel verstand van. Het is heerlijk genieten. Je zit in de zaal, lekker relaxed met een drankje. En dan, ja, laat maar komen. Soms kun je meezingen. Een paar keer bij ons thuis heb je ook opgetreden, ja. in huis. En, De laatste keer was in oktober, ja. Waar schoonvader en moeder 55 jaar getrouwd. Op die trouwdag, die dag gewoon door de week, hebben we hem uitgenodigd om bij ons te komen spelen. Nou, ja, dat was super. Ja. Ja. Er waren voornamelijk mensen uit Boskoop. Ik kan me herinneren dat ik op een privéfeestje daar speelde. En ik zei, ja, wat wil je graag horen? En het waren 10 Betuwse liedjes. In Boskoop, ze verstaan eigenlijk normaal geen Betuws, maar door mijn muziek hebben ze een beetje leren kennen. Wat zette de brommer af als bute? De zware leren jas ging kraken toorn. Mijn vader is in 1994 overleden. En ik ben in 2002 kwam Moon boven de Betuwe uit. En ik ben nog steeds razend benieuwd wat hij ervan zou vinden. En ik denk wel dat hij de humor in de liedjes zou kunnen waarderen. Maar ja, het was niet zo'n uitgesproken figuur die het hart op de tong had. Dus, en dat ben ik ook niet. Ik durf veel te zeggen in mijn liedjes, maar niet. Vaak hou ik me een beetje op de vlakte, dat is genoeg. En zo was mijn vader ook. Maar ik ben nog steeds benieuwd wat hij ervan zou vinden. Maar ja, het antwoord krijg je nooit dus. Het is een hartstikke leuke vent, een goede vent. Een droge vent is het. Een hele droge humor heeft hij. En hij zingt natuurlijk over markante dorpsfiguren. Hè? Dorpsfiguren die wij van vroeger dus kennen. Nou ja, er is een nummer dat heet De Chimpansee. Dat gaat over een man die dus in Indië geweest is met een grote baard. Ook een markant figuur die je dus in de kroeg ook wat tegenkwam. En dan heeft hij, ja, daar schrijft hij zo mooie teksten over. Dat is, ja, dat pak je gewoon, weet je wel. Dat is, ja, dat is typisch Dick. Rook is dodelijk, Dick staat erop. Staat erop, ja. Ja. Ik heb het gelezen. Hadden ze iets eerder mee moeten komen.
Nee, ja, goed, als ik er last van krijg, dan ja, dat is maar alles. Dan ga je pas nadenken en dan ga je je maatregelen nemen. Ja. Ik hou er 60 jaar vol, waarvan 45 jaar roken. Nou, misschien heb ik mijn stem wel aan te danken. Dat had ik nou geklonken als Gerard Joling. Ja, ik ben ook wel eens ziek. Maar altijd doorgaan met optreden, met maagzweren, wondrozen, noem maar op. Altijd het podium opgestrompeld en gespeeld. Want ja, er zijn toch mensen die komen speciaal voor jou en die vaak verre reizen gemaakt. Ook met slecht weer, ijzel, mist, noem maar op. Dan staan er maar twee mensen voor de deur, die hebben toch door barre omstandigheden willen ze je zien. En dan ga je thuis zitten, dat kun je niet. Nee, geen denken aan. Zoals ik kan zien, met uitzondering van Wilma, heeft de band geen verstand van mode. En voor al diegenen die geen smaak hebben, zoals ik. Laat maar eens horen wat we gaan doen, jongens. Ik heb nooit wat meer kleren gehad. Ik heb nooit wat meer kleren gehad. Had daar uurtjes bloes en dat je lekker zat. Raak jij ontroerd van je eigen muziek? Sommige liedjes, sommige zinnen kan ik denken van potverdorie, die is mooi, die is goed gelukt. Maar ook zinnetjes die ik geleend heb, gehoord heb. Zinnetje van mijn moeder toen mijn vader overleden was. Een paar weken later kwam de huisarts, wat mist u het meest aan uw man? En toen zei ze, die arm om mijn schouder. En daar heb ik jaren later een liedje omheen gebouwd. En dan kan ik met trots zeggen, oh God, dat is een mooie zin, die arm om mijn schouder, maar mijn moeder heeft geschreven eigenlijk. En hoe mooi onze liefde ook is geweest, die arm om mijn schouder, die zit nog het meest. Dick blijft eenvoudig, staat tussen zijn fans, is niet overmoedig en in zijn liedjes zitten echt dingen van de praktijk van het leven. Je spreekt gewoon aan. Het belangrijkste nummer voor mij is Lay Down Beside Me. Dat is echt een nummer dat ik wel iedere dag draai, laten we het zo zeggen. Ik heb best wel af en toe moeilijke periodes en als ik hem dan draai, dan is mijn dag is gewoon goed en dan kan ik er weer tegenaan. Nee, ik vind het niet bijzonder, maar ik kom steeds met het lullige antwoord van je hebt Beethoven gehad en Lennon en McCartney. En mensen draaien jouw cd en die mensen willen de hemel in met jouw muziek. Dat is zo bijzonder. Dan kan ik zeggen, ja, vind ik leuk. Ja, nee, het is meer dan leuk. Mijn vader is demonterend en dan denk je van, heel veel dingen weet hij niet meer. Maar bijvoorbeeld speciaal het duet met Tony Willé, dan zie je hem opveren. Dat herkent hij. Als we dat dan draaien, dan zie je ineens, hey. Ja. Dat is mooie muziek, zegt hij. Ja. Ja. Ik vind het niet raar. Ik vind het, in principe is het het grootste compliment dat je kunt krijgen als liedjeschrijver. Ik kwam met het ziekenhuis eigenlijk. En er werd dus via de telefoon werd er dus contact gemaakt met Dick op het podium. En dan kon ik dus thuis kon ik dat horen, weet je wel. Nou ja, dat was ook echt emotioneel. Maar dat was dat nummer van... Loppe Kjell op de Dik. Oh ja, de Loppe Kjell op de Dik. Ik had over het hoge water, zeg maar. Kom maar slapen. Ja. Ja, dat was een fantastisch mooi nummer. Maar ja, goed, dat doet hij dan voor je, weet je wel. Kom maar rustig slapen, mijn kind. Dik klaar, muziek klaar, ik ben klaar. Camera eruit. Muziek. Stop maar. Doe maar nog een keer. Zo staan. Let me tell you how much I love you.
Doe maar nog, Jip. Je hebt een traanoog, Dick. Oh ja. Oké. Okay. Dag hier. We komen er wel. Hè. Poeh. Wat een feest, hè? Nou. Dick is een beetje zoals ik. Wij zijn boerenlullen uit de Betuwe. En wij houden niet van dingen die in scène gezet zijn, omdat het dan leuke tv oplevert of zo. Wij zijn zoals we zijn. Dick, loop maar! Clipopnames, Dick, kun je hier nou een beetje van genieten? Nee, niet echt. Niet echt. Dit zijn de mindere dingen van het vak. Ik hou niet van toneelspelen. Nou, hoef ik dat ook niet te doen hoor, met de roel erbij. En, is het allemaal relaxed, maar 10 keer. Ik zit tegen andere dingen te denken ook nog. Die man heeft ruim 1000 prachtige liedjes geschreven. Nou, welke Nederlandse componist doet hem dat na? Dick kan namelijk alles. In Betuws dialect is het smaakvol. Hij kan echte Amerikaanse country schrijven. Hij kan van die hoempa hoempa nummers schrijven. Hij heeft ook van die kutnummers geschreven voor die Henk Wijngaard. Ik vind het verschrikkelijk, maar het is wel goed om de hypotheek af te lossen. Dit is een demo van Hey Suzy. En dat is denk ik 32 jaar oud. Als eerste aangeboden aan Arne Jansen. En die wou hem niet hebben. Henk Wijn gaat wel. Is Suzie de buien zo? Kijk, de lucht wordt alweer blauw. Laten we nog wat blijven. Ja, als je daar een camera bij had gehad, dan was je binnen 20 minuten klaar geweest. Die is binnen 20 minuten geschreven. Toen mijn moeder zwanger was van mij, heeft mijn vader het liedje Hey Suzie geschreven. Ze waren op vakantie op een gegeven moment en ze hoorden continu het liedje Hey Suzie. En ze kwamen thuis en ze kregen elke keer te horen, nou, die baby, die gaat Suzie heten. Ze hebben ze een andere naam bedacht. Ja, het is een niemandalletje, de tekst gaat nergens over. Je gaat schuilen en je gaat een beetje flikvlooien met je vriendinnetje. En je hoopt dat er nog een bui komt, dat je iets langer kan flikvlooien. Dat is het liedje. En op het moment dat mijn moeder beviel, zei ze, ik wil toch dat ze Suzie heet. En ik ben geboren en ik heette Suzie. En op dat moment moest mijn vader optreden bij de carnaval in Oosterhout. Prins Carnaval was de arts. Dus die heeft mij uiteindelijk gehaald met de bevalling. Niet zo moeilijk. Mijn vader is naar het dorpshuis gegaan waar hij moest optreden met de carnaval. En die heeft Hey Suzie gespeeld. En zo wist iedereen dat ik geboren was. En Hey Suzie is nog altijd goed voor jaarlijks voor 1 maandloontje. Hij redt zich al zijn hele leven door met zijn gezin te bestaan van zijn muziek. Nou, dat is in Nederland is dat een prestatie op zich. En het liedje Roosje gaat eigenlijk over Suzie. Dat gaat wel over een klein kindje, over een klein babytje. Toen Suzie eigenlijk geboren was, raakte mijn vader geïnspireerd. En die ging toen nummers schrijven over Suzie. En toen dachten ze van ja, Suzie heeft al een nummer, Hey Suzie. Dus we doen een andere naam. En dan werd het Roosie. En ook van Roosie heb ik een demo gemaakt. En daar heb ik Suzie voor gebruikt. Want dan hoor je een kinderlachje. En ik wist precies waar ik Suzie moest raken. In de zij, waardoor ze in de lach schoot als peutertje. En dan heb ik hem in mijn demootje gebruikt. Eigenlijk is het nummer Roosie dus gebaseerd op Suzie. Dus eigenlijk heeft ze 2 nummers. We zijn op weg naar Schalbroeg, vlak over de grens bij Susteren in Limburg, Duitsland dus. En ik ga weer verder werken aan mijn nieuwe album. Ik heb nooit zoveel zin in vakantie, dan ben ik het liefst thuis, je bent er zoveel weg. Ik speel 120 keer per jaar, dat is 120 keer op pad.
vaak verre afstanden. Vind ik niet zo erg hoor, ik heb geen hekel aan autorijden. Ja, en dan 2, 3 keer per jaar een periode in de studio. Ja, we moeten een half uurtje rijden en eigenlijk daar. Dus een beetje onnodig, maar ik stop hier altijd. Ik vind het altijd lekker om even uit de auto te stappen, natuurlijk mijn checkje te pakken. Zullen we weer? Hey Dick. Hey Ron. Hey jongen, alles goed? Hoi. Hebben jullie een beetje zin in vandaag? Ik wel. Jij ook? Nou, jullie hebben het goede weer meegebracht. Absoluut, we gaan lekker zweten in de studio. Zal ik jou even helpen? Neem me goed aan. Ja, nou, alles. Nou, gaan we eens even lekker opnemen weer. Aan de slag. Ik doe voor 3 nummers leg ik de basis, dus bas en een akoestische gitaar en een banjo. Elektrische gitaar nog, wat ritmische dingetjes. En dan waarschijnlijk voor een liedje 4, 5, misschien wel 6 nog zangpartijen. Ik plan meestal een uurtje 3, 4 redelijk strak op elkaar. 1, 2 rookpauzes, blaspauze, maar wel de vaart erin. De banjo. Zien dat saai is om zomaar een gitaartje te horen en 3,5 minuten lang. De eerste album wat we samen hebben gemaakt bij Telstar, want daar werkte ik destijds, was in 1993. Tot op de dag van vandaag ruim 40 albums gemaakt. Redelijk uniek. Het is een heel amabele jongen en heel professioneel. Het is gewoon altijd een verademing om met Dick te werken tussen alle stressvolle andere artiesten dan... En we werken snel en we werken goed en ja, de klik is er. Hetzelfde punt? Ja. When you're near, I can't believe you're mine alone. And I pray that's the way it's gonna stay. Mooi, Dick. Liedje 1094 was dit. Als Dick in Amerika was geboren, was hij Willie Nelson II geweest. Het is gewoon een groot talent. En eindelijk begint de rest van Nederland nu wakker te worden. En hij schrijft fantastische nummers, hij schrijft fantastische teksten. Hij is een waanzinnige zanger. Echt een goede zanger. Goed, hè? Ja. Daar was hij al. Zullen we de toppel doen? Ja, ik even bijstaan met de capo gaat eraf. Als het liedje klaar is, als het liedje gemaakt is, dus tekst en muziek kloppen, en, dan is voor mij al, dan ga ik al door met de volgende. En dit is, ja, je moet alleen nog even opnemen. Dat is het enige. Nou, er kan weer een liedje bijgeschreven worden. Nog niet zeker wat ik zou gebruiken, het John Prine-achtige of het House on the Hill. Er zitten 1094 liedjes. Told the World, dat komt er nog in, waarschijnlijk in een andere vorm, andere titel ook. Maar liedje 1095 wordt House on the Hill. Nou, hij gaat erbij. 1095. House on the Hill. Heel. Ik voel 1096 al in, maar nog geen titel. Dat gaat waarschijnlijk het andere liedje worden. Welke titel weet ik nog niet. Met sommige liedjes denk ik dat ik het niet beter kan. Ja, een liedje als Lieve Ann, dat is ook een liedje dat gaat over een dementerende man die zijn vrouw kwijt is. En dat is aardig ook weer dat mensen naar je toe komen. Ik noem de man Willem in het verhaal. God is toevallig, mijn vader heette Willem en mijn moeder heette Ann en mijn vader is alleen overgebleven. En je beschrijft precies hoe het is met hem. Ontroerend natuurlijk en ook een beetje bizar ook wel. Zijn motten versleten,
Wat ik probeer te voorkomen voor mezelf is dat, dat mensen gaan zeggen van hij zingt nog goed voor zijn leeftijd. Dat laatste zinnetje, daar moet er niet bij. Snap je? Dat wil ik voorkomen. Als je gauw merkt dat het minder wordt, dan ga ik kersen plukken ofzo. Maar niet meer op het podium op. Thank you.